De epidemioloog Ingrid Krishnaraj zegt dat de COVID-19-gevallen in Suriname al sinds een maand verder aan het toenemen zijn. Dit haalde ze gisteren aan tijdens de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-crisis. Krishnaraj wijst erop dat tussen 25 mei en 21 juni de COVID-gevallen langzaam daalden. Echter begon deze na 22 juni weer te stijgen. De epidemioloog zegt dat mensen vaak genoeg denken dat de COVID-gevallen af en toe dalen. Echter is dat niet het geval. Ze geeft aan dat wanneer mensen besmet raken met dit virus, ze in de meeste gevallen pas na 5 dagen ziek worden. En je ziet dat ongeveer om de 5 dagen het aantal gevallen meer en meer wordt. Hetgeen wil zeggen dat de epidemie aan het groeien is in Suriname, de pandemie is aan het toenemen. En we moeten dus eigenlijk kijken, wat moeten wij daaraan doen? We moeten daaraan werken. Als we kijken naar de incidentie van het aantal positieve gevallen per district. Incidentie, dat is het aantal gevallen op de bevolking. Dus niet gewoon het aantal gevallen van 1, 2, 3, maar gedeeld op de bevolking. En dit zijn percentages. We zien dat het grootste percentage in Brokopondo is. En dat is eigenlijk, komt door de outbreak, zoals we al zeiden, die daar in dat lokale bedrijf was. Maar die is dus eigenlijk toch wel vrij goed onder controle gehouden. En de mensen, al die mensen in Brokopondo hebben eigenlijk geen andere mensen besmet. Dus dat was een heel goed contained outbreak. En dat, daar kunnen we ons eigenlijk heel blij om zijn dat die zo goed contained is. Want als al die mensen, het grote percentage mensen hadden besmet in Suriname, dan stonden we er nog erger voor. Krishnaraj haalde verder aan dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de COVID-19 gevallen. Volgens haar zijn Sipaliwini en Marowijne toen op de voorgrond getreden. Snel opgevolgd door Paramaribo, Wanica en Komowijne. Een vergelijking geeft echter aan dat de meeste gevallen voor 1 juli in Brokopondo waren. Dat was volgens Krishnaraj waarschijnlijk de grote uitbreek. Na 1 juli dan zie je dat die concentratie in Paramaribo groter wordt. Dat het aantal gevallen in Sipaliwini dat je helemaal in het zuiden ziet, die zijn allemaal al opgelost. Volgende. Hier zijn we ingefocust in Paramaribo. En dan zie je ook een shift van de hot zone in Paramaribo, die meer het noorden was en eigenlijk het zuidwesten, maar nu zien we dat meer het zuiden van Paramaribo toch nog het grote probleem is. En dus de focus voor attentie moet op dat gebied zijn. Epidemioloog Ingrid Krishnaraj, zij sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-19-crisis in de congreszaal. Krishnaraj zegt dat de epidemie in Suriname nog steeds aan het groeien is.